Als we eventjes stil zijn. Leiders, help mij alsjeblieft. Ik kijk eerst even terug naar de dag van vandaag. Complimenten hoe het vanochtend vroeg is gegaan, het stukje fietsen. Ik moest de dank en de waardering van de familie aan jullie overbrengen. Ze hebben het heel erg gewaardeerd dat we langs de fiets waren. Nogmaals, hartelijk dank en uiteraard heel 3x2 waardig hoe het gegaan is. Een deel van de dag ben ik er niet bij geweest, dus ik kan niet evalueren, want ik was vanmiddag op de begrafenis. Wat ik begrepen heb, is het goed gegaan. Jammer dat we het spel niet mochten doen, maar begrijpelijk, omdat het heel erg druk was in het zwembad. Jullie zullen vast wel een fantastische puzzel hebben mogen maken. Oké, ik laat het daarbij. Morgen, daar heb ik gisteren al iets over verteld. We gaan morgen naar Blijdorp toe. Jullie worden verwacht bij Hotel van de Valk. En dat is aan de Krommeweg in Ridderkerk. Nogmaals, het beste is als je je daar door ouders, mini bekenden laat brengen. Want er is geen beveiliging voor de fiets daar. Je kan ons wel op slot zetten, maar wij zijn er niet meer voor verantwoordelijk. Rond een uur of 9 komen de bussen. Dan gaan we daar naartoe. Je krijgt 's ochtends al een flesje water aangereikt. Neem zelf ook voldoende drinken mee. En wij zorgen nog dat er voor iedereen nog een flesje naar binnen gaat. Waar je leider en lijster dat op een centraal punt zou kunnen afhalen. Tegen 3 uur komen de bussen weer. En dan gaan we naar Van der Valk. En dan gaan we daar eten. Ik heb al een paar vragen gekregen van mensen van ja. Maar ik ben vegetarisch, is daar rekening mee gehouden? Uiteraard is daar rekening mee gehouden. Van der Valk heeft zat gasten die dat ook zijn, dus ook voor ons wordt daar rekening mee gehouden. Zeg dat eventjes daar, ik weet niet precies waar ze dat apart neer gaan zetten of dat je dat aangereikt krijgt. Maar je moet niet met de honger naar huis gaan in ieder geval. Ik zou zeggen, wel thuis, tot morgen.